Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 30 maart 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag hebben we een beetje nieuws en vervolgens uiteraard een morse, een stukje data. Dat is vandaag in 8 PSK 1000 bij 1500 Hz, 8 PSK 1000 bij 1500 Hz en aansluitend uiteraard een SSTV plaatje in WW12. Dit eerder gemaakte, nogal lichtvoerige intro is niet helemaal in lijn met het eerste onderwerp van deze uitzending. In Rotterdam staat bij het inspreken van de uitzending een communicatietoren aan de Antonie Fokkerweg in brand. Dit melden verschillende media, onder andere NOS, AD en de Volkskrant. Om 16:30 werd het signaal brandmeester gegeven. Door de brand zijn de meeste radiozenders in de regio Rotterdam uit de lucht. Een 63-jarige inspecteur van Alticom met de initialen Hotel November, die vanochtend vanwege een storing naar de toren was gegaan, was hoog in de toren aan het werk toen de brand ontstond. De man vluchtte vanwege de rook of vanwege een rookalarm naar een bordes op de 17e etage waar hij 112 belde. Daar is hij rond 14:30, terwijl zijn ademhaling met een zuurstofmasker werd ondersteund, door de brandweer naar beneden geholpen. Het AD meldt ongelooflijk snel al een oorzaak van de brand. Mogelijk is die informatie dus niet helemaal betrouwbaar, maar het zou gaan om een brand in een aggregaat, waardoor er koelvloeistof lekte. Het blussen van de brand was extra moeilijk door de aanwezigheid van leidingen met 23 kV spanning. Zenders die last van de brand hadden of nog steeds hebben zijn onder andere Radio Rijnmond en Radio West, die zelf ook een functie als calamiteitenzender hebben. Ook de publieke zenders Radio 1 en Radio 4 en de commerciële zenders ondervinden hinder van de brand. Radio Rijnmond wordt geholpen door andere stations uit de regio en is momenteel te beluisteren op de frequentie van Radio Schiedam op 95,8 MHz, Drechtstad FM op 95,7 en Exact FM op 106,4. Het is al de derde brand van een communicatietoren. Zoiets kan mogelijk op de lange termijn ook gevolgen hebben voor de amateuractiviteiten op dit soort torens, zoals bijvoorbeeld deze repeater. De nasleep van de vorige branden had bijvoorbeeld grote gevolgen voor de aanwezigheid van de amateurrepeaters op de gebrande toren. Ik heb in deze uitzending overigens geen nieuws meer kunnen verwerken van na ongeveer 16:45. Deel 13 van de serie over de historie van onze zendhobby gaat over het kwijtraken van ruim een derde van onze oorspronkelijke 10 meter band. Een gebeurtenis die samenvalt met het ontstaan van de 27 MHz Citizens Band. Het initiatief voor een burgerband, radiocommunicatie voor familiegebruik en kleine bedrijven, gecombineerd met de mogelijkheid voor op afstand bestuurde vliegtuigen, werd in de VS al in het laatste jaar van de oorlog in 1945 genomen. De oorspronkelijke CB-band liep van 460 tot 470 MHz. Er waren twee klassen apparatuur, klasse A en klasse B. Klasse B hoefde aan minder hoge technische eisen te voldoen, maar had ook een kleiner frequentiebereik. Pionier op dit gebied, Alfred J. Gross uit Canada, was de eerste die met zijn speciaal hiervoor opgezette Citizens Band Corporation eind jaren 40 de eerste klasse B walkie-talkies voor de band op de markt wist te brengen. Hij was een van de zeer weinigen die dat lukte. Ondanks dat er enige apparatuur voor verkrijgbaar was, bleek de hoge frequentieband ook echt te hoog gegrepen voor de techniek van eind jaren 40, begin jaren 50. De apparatuur was simpelweg te kostbaar voor gewoon familiegebruik en de apparatuur was ook niet bepaald praktisch voor gebruik door de gemiddelde burger. Senaatsleden wilden eind jaren 50 eigenlijk het gebruik van de Citizens Band, dat zo onsuccesvol was, weer beëindigen. Maar desondanks werd op 11 september 1958 een klasse D voor CB geïntroduceerd. Voor die klasse D moesten de gelicentieerde amateurs de onderste megahertz van de 10 meter band afstaan. En in een klein gedeelte van dat spectrum werden 23 kanalen voor klasse D CB gebruikers ingericht. 22 van die kanalen zaten in het deel van die band dat eerder van de zendamateurs was. Het 23ste kanaal werd toen gedeeld met radiobesturing van modelvliegtuigen. Een groot deel van de band tussen 460 en 470 MHz werd vervolgens ingedeeld voor zakelijk gebruik en voor hulpverleningsdiensten. De klasse A en B zijn nog niet helemaal opgeheven. In de VS heb je twee systemen voor waar wij hier PMR 446 hebben. Family Radio Service, FRS, en General Mobile Radio Service, GMRS. De eerste is een rechtstreekse afstammeling van de originele klasse B Citizens Band, die met de beperking in frequentie en technische eisen en GMRS is de opvolger van klasse A Citizens Band. In de jaren 70 werd er opnieuw een amateurband in de VS door CB-gebruik bedreigd. Dat was toen er een voorstel werd gelanceerd om een nieuwe klasse E voor CB in te stellen, wat ten koste zou gaan van de 220 MHz band in de VS, de 1,25 meter band waar we het in het vorige deel al over hadden.
Het was met name de oliecrisis van 1973 die de 11-meterband zijn grote populariteit bezorgde. De oliecrisis zorgde ervoor dat er een nationale maximale snelheid in de VS kwam van 55 mijl per uur. Truckers gingen hierdoor CB gebruiken om elkaar op de hoogte te stellen van plekken met speed traps, door lokale sheriffs gemaakt om truckers in de val te lokken met de hoge snelheden. En ook werden via CB de plekken met de laagste brandstofprijzen gedeeld. Daarnaast werden de bakjes door de truckers gebruikt om actie te voeren of bij grote stakingen. De populariteit bij de truckers bezorgde de bakkies een grotere algehele populariteit, die nog extra werd aangewakkerd door tv-series als The Dukes of Hazzard uit 1979 en het gebruik van bakkies in films als Smokey and the Bandit en Convoy, respectievelijk uit 1977 en 1978. Ook kwamen de bakkies geregeld in popsongs in de VS voor. Verder waren er in die tijd beroemdheden die op 27 MHz actief waren. De bekendste daarvan zijn ongetwijfeld First Lady Betty Ford, de echtgenote van president Gerald Ford, die de roepnaam First Mama gebruikte, en de bekende voice actor Mel Blanc, hier vooral bekend van de stem van Fred Flintstone, die met roepnamen als Bugs of Daffy actief was. De stemmen van Daffy Duck en Bugs Bunny werden inderdaad, net als Tweety Bird, Speedy Gonzales en nog veel meer, ook door Blanc verzorgd. In de VS was aanvankelijk het gebruik van een roepnaam die op de vergunning vermeld stond verplicht. Iedereen negeerde deze verplichting echter en gebruikte een zelfverzonnen call. In de jaren 70 en 80, toen de Citizens Band op zijn populairst was, breidde dit initiatief zich over de hele wereld uit, waarbij in veel landen precies of bijna precies de kanalen uit de VS werden overgenomen. Soms met kleine verschillen, zoals in Polen, waar alle kanalen 5 kHz lager in frequentie zitten. Er zijn ook landen met CB-banden op UHF 470 of op 800 MHz. Amateur. The word can mean a lack of skill, but it can also mean someone that does it simply for love of the activity, like in amateur sports. Ham radio people are amateurs in the best way. For over 70 years, they have provided emergency communications for free, bringing thousands of dollars of their own equipment, hundreds of people, and serving their communities all for free. The Amateur Radio Emergency Services are amateurs in the best sense of the word. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht.